Goeiedag, onder een heldere hemel en bij weinig wind is het afgelopen nacht op diverse plaatsen nog tot lichte vorst gekomen en Brabant aan de grond zelfs nog matige vorst. Nou, vandaag stijgt de temperatuur heel snel weer tot in de dubbele cijfers, want we hebben weer een fraaie dag voor de deur staan. We hebben aanvankelijk flink wat ruimte voor zon. We zien hier wel een storing net ten westen van ons klaar liggen. Deze gaat in de loop van de middag even over onze omgeving schuiven. Daardoor hebben we tijdelijk wat meer bewolking, maar de zon heeft duidelijk de overhand vandaag. Nou, vanochtend vroeg plaatselijk eerst wat mist, daarna dus zon. In de loop van de middag iets meer wolken, maar wel droog. En dat bij temperaturen tussen 10 en 15 graden. De kustregio's zijn net even wat minder zacht. En dat heeft alles te maken met de wind. Die waait namelijk vanuit het westen tot het noordwesten. En daarmee wordt net even wat koelere lucht aangevoerd. En de wind is over het algemeen zwak tot matig van kracht. Nou, vanavond ook nog een paar wolkenvelden in de loop van de nacht, overal weer mooi helder. Er gaat wel weer wat mist ontstaan, met name een beetje in de zuidoosthoek van het land. En dat bij temperaturen tussen 2 en 5 graden. En de wind draait geleidelijk weer wat meer naar het zuidwesten en blijft zwak tot matig van kracht. Nou, morgen hebben we in de ochtend wederom flink wat zon. In de loop van de middag opnieuw wat meer wolken. Dat bij een graad of 14. Woensdag in zijn geheel net even wat meer bewolking. Maar ook daar komt de zon nog regelmatig doorheen. En dan een graad of 12. Donderdag komt de zon weer iets uitbundiger aan bod. En dan wordt het gemiddeld een graad of 15. Dus in het zuiden van het land kan het zelfs tot 17 graden komen die dag. En vanaf vrijdag zien we dan een omslag. Veel bewolking, pas tegen de avond denk ik regen en vanaf zaterdag volgt op veel plekken toch weer wat nattigheid.